Deze beschouwing, die gaat over het doel van het leven. Dat is een oude vraag, hoor, en daarom ook echt een, een goede vraag om over te gaan nadenken voordat je gaat slapen. Ik zal het ook lekker rustig houden tijdens deze beschouwing, jij. Nou, zie je, het doel van het leven. wat kan nou het doel van het leven zijn? Het doel van het leven is dat het een beetje aangenaam is. <laughs> dat is helemaal niet waar. <laughs> dat is in elk geval niet waar. Het is namelijk zo dat het leven een doel heeft. Of dat het geen doel heeft. En ja en een aangenaam leven, maar dat heeft er helemaal niks mee te maken. Misschien binnen het, uh, we beschouwen dit lekker logisch hè, dit is een beschouwing, dus het is logica. <laughs> Hum, hum, hum. en Dat is trouwens ook hmm Logica. Dat is een terts. Logica. Ja, we beschouwen het logisch. Het doel van het leven, als je daar een antwoord op wil geven, dan heb je eerst duidelijk te maken dat leven een doel heeft. Want als het leven geen doel heeft, ja, dan is er ook geen doel van het leven. Dus als het leven geen doel heeft, dan heeft jouw leven ook geen doel. Want het leven heeft geen doel, dus waarom jouw leven dan wel? Ja. Maak het uit. En. In dat geval, stelt dat het leven geen doel heeft. Laten we dat aannemen voor deze denkexercitie, deze denkoefening. Het leven heeft geen doel, dus jouw leven ook niet. En ja, wat zou je dan elke dag moeten doen? Nou, dan is het enige wat je te doen hebt. Dat is ervoor te zorgen dat jou zo min mogelijk ongeluk overkomt. Nou is dat zonder meer een goed idee. Dus dat is op zich, als het leven geen doel heeft, dan, dan is de conclusie, nou zorg ervoor dat je zo min mogelijk leed hebt. Dus kies voor leed vermijdend gedrag. En dan ben je daar de godganse dag mee bezig. En dat is het dan. En net zolang dat je lichaam niet meer wil. of je verstand uh, verbijstert. Dat is trouwens geen Nederlands woord. maar... Ja, als je verstand helemaal verbijsterd is. Ja, dan kan je ook niet meer aan leedvermijdend gedrag doen. Ja, en dan krijg je dus vroeg of laat krijg je leed. Want leed, ja, dat, dat, dat is iedereen, uh, dat is gratis hoor. Allemaal pech. Zo. Heb je Boeddha nog, hè, die dan ook zegt van, uh, oh, niet hechten, niet hechten. Nou, heel verstandig. En dat is nou juist dat vermijdende gedrag. Ik heb uh, ongelooflijk veel verdriet en uh, dingen gehad van het feit dat ik, uh, uh, ja, ik heb zo'n gezin uh, draaiende gehouden en na uh, tien jaar daar de afwas te hebben gedaan elke dag, dat is toch eventjes, uh, zeg voor het gemak, uh, 400 keer per jaar afwassen, want ook al is uh, met een lunchje of een ontbijtje denk je, kom, ik doe nog even een afwasje, hè? Nou, toch uh, 10 keer 400. dat is toch wel zo'n 4000 keer afgewassen. Hey. Nou, als je dat even rekent op een half uurtje per afwas. En uh, dan uh, rekenen we minimumloon of zo. Van zeg, uh, zeg 57 per uur. Dat, laten we zeggen uh, 4 euro per afwas. En wat zei ik? 4000 keer. Dus nou toch 16.000 euro. Uh, ...arbeidskosten afwassen. 16.000 euro. Nou, een boeddha zal zeggen van... ...kijk, jij moet hartstikke blij zijn... ...dat je mocht afwassen. En dat was als het ware... ...16.000 euro die je cadeau hebt gekregen... ...in de zin van arbeidstijd. Je mocht er 16.000 euro... ...in arbeidstijd instoppen... ...maar dat heb je als het ware teruggekregen... ...met het privilege dat je het mocht doen... En dat je dan vervolgens na tien jaar tijd uh, de deur uit wordt gezet. dan ben je alleen maar blij met het feit dat je de godganse tijd hebt mogen afwassen. Kijk, dat is Boeddha. Dat je ook even weet waar je aan begint als je besluit om morgen boeddhist te worden. Dan is dat je doel in het leven. Van het, uh, van het een op het andere moment raak je alles kwijt. En zo was ik een gezin kwijt. Gewoon, ik werd op straat gezet. Ik had weliswaar uh, vervangende woonruimte. Maar die was hartstikke kaal. Er zaten niet eens gordijnen in. Er was niet een kachel. Ja, nee. Zit uh, de klaasje? Kom maar binnen met je knecht. Het is dus in eerste instantie. Uh, nee, nou, dat was koud, jongen, in die dagen. Zo. Kijk, en ik heb daar dan een hele hoop leed van gehad hoor. Omdat ik dacht, ja verdorie, ik heb tien jaar lang de afwas gedaan. Even een overdrachtelijke zin, hè, want ik heb niet alleen afgewassen. Ik heb ook uh, zes keer in de week stond ik als eerste op. En ging ik ontbijt maken. Wie? Voor het gezin. En uh, die, die moeder was heel erg druk. Zo plaatsvervangende bezigheidstherapie of zo. En die moest de het tijd weer hier naartoe, dan weer daar naartoe. Die werd een knettergek van man. Ja, wie kon elke keer de auto regelen? Ja, niet Sinterklaas natuurlijk, hè? Dat was ik elke keer. Dus, dan, dan stop je er allemaal die energie in. En... en dan denk je, nou, daar wil ik dan wat voor terug. Ja, wat je daarvoor terug krijgt dat is een schop onder je reet en een koffer. Want daar is het, daar is het gat van de deur. En dat is het leven, hoor. Dus dat het leedvermijdende gedrag, daar moet, moet je nog goed over nadenken, ook hoe je het aan wil pakken. Ik zou in elk geval beginnen met de omgang met vrouwen, complete staken. Je, je zal er maar een kind mee krijgen. Dan kan je nog beter. Uh... Uh, ja, ja, je moet niet zeggen, maar uh, dan kan je nog beter van de andere kant zijn. Maar die hebben ook leed, hoor. Want uh, als je als daar aan gaat beginnen met uh, het doel van het leven is dat we zo leuk mogelijk. Ja, want dat is het, het na je zin hebben. Zeg maar, ja, daar zijn die homo's, die reetridders, die zijn er een sterren, hoor. Een bruine ster, weliswaar, maar ze zijn er een sterren. En dan krijg je geslachtsziektes van het promiscuwe gedrag. Ja, dan heb je dat weer. Nou, kortom, als het leven geen doel heeft. en dat je zegt, nou, ik vul mijn dagen met het vermijden van teleurstellingen en andere vormen van leed. dan ben je nog behoorlijk wat tijd aan kwijt en succes is niet verzekerd. Neem mijn geval met dat huwelijk. dat je dan als man tegen jezelf zegt: van, Nou, weet je wat, ik ben heel modern, ik neem een deel van de huishoudelijke taken op mijn nek. Ik zorg voor voldoende centjes. Ik ga elke dag onder de douche. Uh, ik ga twee keer per jaar naar de tandarts toe. Uh, ja. Hè? Ik doe mijn kleren netjes in de wasmand. Uh, zodat er niet mijn vuile sokken door het hele huis te vinden zijn. En dan levert mij dat een mooie oude dag op met kleinkinderen. Nou, dat kan je lekker vergeten. In mijn geval kan je dat lekker vergeten. En. Nou, ik ken toch wel zo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mannen die uh, allemaal uh, hun, uh, hun bittere momentje hebben gekant. Trouwens, ik ken ook een vrouw die... Uh, die, die kerel die ging vreemd en... Uh, ja, toen heeft zij weliswaar uh, de kont tegen de krip aangegooid. Uh, maar goed, het, het is voorstelbaar als je een keer vreemd gaat en daarnaast ook nog een keer niet aardig doet tegen jou. Uh, en die kinderen die kijken naar haar van: ja, mama, jij bent de de, jij je papa de deur uitgedonderd of zoiets. Hè? krijg je nog de schuld van je kinderen ook. Je hebt ook geen gezellige oude dag als oma met kleinkinderen op bezoek. En wel al die tijd voor die kids gezorgd natuurlijk. Ja, toch? Dus leedvermijdend gedrag. Ja, hoe moet dat precies? En, ja, en, en wat, wat moet je dan doen als het niet lukt? Dus daar, is ook, daar is geen antwoord op, hoor. Je hebt geprobeerd om het leed te vermijden en toch heb je pech. En dan? Wat dan en dan, hè? Want er zijn nogal wat mensen. en die slaan de hand aan zichzelf. Die. Ja, die vinden het oneerlijk. die kunnen de strijd niet aan. En dat is dan. die kunnen het leedvermijdende gedrag. niet. Uh, volhouden. Dat levert ze niet genoeg leedvermindering op. En ze denken, ik stop ermee. Dat is vrij veel, hoor. Vrij veel mensen doen dat, hoor. Ik heb, uh, ik, ik het laatst bij een, een beschouwing over abortus stond ik stil bij het begrip verkrachting en in mijn omgeving ken ik niemand die verkracht is. Echt niemand. Ook niet uh, in de zin van uh, de dochter van een goede collega, van een vriend van mij. dat een vriend van mij bij me komt... van nou zeg, van de week... Uh, ja, dat is een uh, collega van me... daar wil ik ook alweer een paar jaar mee werken. En uh, nou, zijn dochter kwam dus thuis... en uh, die zat onder de blauwe plekken... en ja, uh, oh, zwanger en verkracht. Nee, ook niet. Terwijl het dan gaat om iemand... die ik dus niet uh, persoonlijk ken. Dus is verkrachting nou een probleem... Ik weet niet. Maar als je het hebt over uh, zelfmoorden. Of zoals de Duitsers zo mooi zeggen: vrij te uh, de, de vrijwillige. Uh, bye bye uh, monkey verhaal. Vertellen hoor. Dat is uh, één. Dat was de eerste. Dat was een vrouw. En toen daarna. Is een beetje vaag. Maar we gaan ervan uit dat dat ja, opzettelijk risicovol gedrag was, met de dood ter gevolge. En dan kwam er nog een geval, en dat was ook twijfelachtig waarschijnlijk dezelfde categorie, dus laat ik die tellen, die twee dan samen tellen als één. Dan heb ik tot nu toe totaal uh, drie mensen en dan twee daarvan tel ik als één, want ik, we, we weten het niet zeker. Ze zijn dood gevonden, dat is het enige. Maar de omstandigheden waren bijzonder en merkwaardig en zo. En je krijgt niet zomaar een hartaanval als je dertig bent. En dan heb ik er nog eentje. En uh, daar weten we het zeker van. Want die hing te bengelen aan een stevig touw in zijn eigen woning. Nou, dat is geen ongelukje. Hm. En ik ken nog iemand, maar die is gevonden door zijn broer. Rich. En zijn broer heeft hem uh, uh, ge getild en gezorgd dat hij, want hij had zichzelf verhangen. Maar zijn broer had hem gevonden. Dus dat is een mislukte zelfmoordpoging. En alles bij elkaar dan is toch zeker 1, 2, 3, 4. Vier mensen. En die mensen, die ken ik alle vier. Kende ik, nou eentje leeft dus nog, want die poging is mislukt. Maar die andere vier die op de lijst staan, waarvan twee zonder meer en twee, uh, ja, dautie, dautie, die ken ik persoonlijk. Kende ik persoonlijk. Zelfmoord is. Uh... Ja. En het schijnt dat als we dat in de kranten allemaal gaan zetten: hè, van er is weer iemand gevonden en die heeft de hand aan zichzelf geslagen. Als ze dat doen, hè, dan stijgt het aantal zelfmoorden. Dus daarom doen ze het ook niet. Het wordt niet aan de grote klok gehangen. Met opzet niet. Want mensen nemen er een voorbeeld aan. En dat is niet leuk. Hè? Dat is niet wat je wil. Maar er zijn nogal wat mensen die dus niet succesvol zijn in het leedvermijdende gedrag. En dat is het enige wat er te doen valt als je het leven voor de rest niet een doel toekent. Of als je niet het doel inziet van het leven. En dan kan je nog dus zeggen: Ja, ik heb een doel in mijn leven. Ik heb een doel in mijn leven. En dat is namelijk uh, ABCDE. link, By the way. Dat is echt uh, risico's nemen, jongen. Als jij een doel hebt in je leven wat jij koet wil realiseren. Um, mm, dat is een niet leedvermijdend gedrag. Dat is risicovol gedrag. Want de kans dat jou iets lukt. Ja, tenzij het doel in je leven is om elke dag één keer naar het toilet te gaan. Ja, uh, nou, dat zal heus wel lukken. Ik ken zo'n meisje, of ik ken haar niet echt. Die, uh, dat is een internetcontact. Uh, en zij is 13 en die kan schaken. Echt verschrikkelijk. Oh 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 het is, Als je tegen haar schaakt, het is net alsof zij de stukken uit een, een doos tovert. Dat je denkt, waar, waar komt dat paard vandaan? <laughs> Zij heeft altijd nog een stuk ergens staan en dan zet ze dat zo, la pof. Het is net alsof al die stukken, of die stukken de dus stiekem over het bord schuiven, zonder dat je het merkt. Dan denk je alles goed in de gaten te hebben, dan denk je, oké, okay. nou, dan doe ik even paard F6 hoor. En dan zit je paard F6, bij wijze van spreken, en dan hoppa, poink. En dan sta je weer shocking klem in de tram. En dan begint ze één stuk aan te vallen. denk je, nou is niet erg. Uh, even verdedigen. Nou, dan heb je een of ander stuk. Dan denk je, oké, okay, jij terugkomen. Help hem met verdedigen. Maar zij heeft altijd nog een aanvallend stuk. Altijd nog één. En nog één. Het houdt niet op als ze één keer een bepaalde plek begint aan te vallen. Dan, nou, dan kun je net zo goed houden om naar huis gaan. Dat lijkt verdorie George Bush wel toen hij. Uh... Baghdad aan het aanvallen was. Dat is ook zo overweldigend. Shock and all. Anyway, zij heeft een score, jongen. Oh. Hm. En ze is 13. En het is een vrouw. En ze heeft uh, een begeleider. Ik heb één keer met haar gespeeld. En normaal gesproken, als ik met haar speel, dan doen we uh, klessenbessen. En ik, nou, zij noemt mij. Uh, want ik kwam erachter dat zij pas dertien was. Ik zei: Ja, nou, je had mijn, mijn kleinkind kunnen zijn, man. Nou, ze zei: Nou, dan noem ik jou uh, granddaddy. Altijd, Hi, G-Daddy. Nou, hartstikke leuk. Maar ja, zij is... Ja, zij is gehecht. En ja, zoals het eruit ziet... Dat, dat wordt een speler, hoor. Die zit nu... <laughs> op een, een rating... Zo'n schakelrating... Van 1850. Dat is heel veel. Dat... dat dat is heel veel. <laughs> en door de 2000 heen breken, dat geldt dan als uh, de mijlpaal. En dan begint uh, ja, de grote battle. Iemand als uh, Magnus Carlsen die zit er op 2800. Maar goed, stel dat zij dus van plan is om iets heel groots te gaan doen op schaakgebied. Oh. Kijk, iemand als Bobby Fischer, die is miljonair geworden met schaken. Ja, maar je moet, ze, je moet ze eens gaan tellen, al die mannekes, die ongelofelijke talenten waren achter de 64 vakjes, die in armoede gestorven zijn. Ja. Dus ik neem de. Ja, dat wordt echt een leuke beschouwing, dit hoor. Lekker persoonlijk. Maar die, de moeder van mijn kind die heeft nou een nieuwe vriend. Al een tijdje hoor. En die man, die, die, komt, uit de, die komt uit de achterhoek. En hij heeft wel een, een postuur. Het is een hele grote man. En lange haren. En hij kan verschrikkelijk goed gitaar spelen. Zonder meer. En hij schrijft eigen liedjes. En hij schrijft ook uh, tekstjes. En... Ja, ik vind het een artiest van... Uh, ja, ik, ik hoef er helemaal niks van. Ik heb er ook niks mee. Maar... Maar hij zit dan, of zat in elk geval, uh, onder de vleugels van een platenmaatschappij. Of een cd-maatschappij, hoor je dat tegenwoordig? Zo'n muziekdinges. Ja, dit is een leuk contractje en dan mag je gaan uh, spelen in uh, heel Vesum bij de radio of bij de tv. En, uh... Ja, dat is allemaal hartstikke leuk. En dan kan je daar een centje mee maken. Maar ik weet hoe die muziekbusiness in elkaar zit. En zoals de Amerikanen dan zeggen, ja, he is in for a big surprise. Want zo dadelijk is hij niet meer de, de, degene die past in een plaatje geschetst door de afdeling marketing. Want zo'n platenbusiness. Die denken marketing uh, dollar uh, euro's. Die interesseert het helemaal niks. Levensovertuiging, levensvisie, zo, uh, muzikale kwaliteiten. Het interesseert ze helemaal niks. Het gaat ze maar om één ding. Een, uh, wie is een aantrekkende kracht op de doelgroep? En de doelgroep is al sinds jaar en dag meisjes in de puberteit en wat ouder. Inclusief de jonge vrouwen die graag nog willen zijn zoals de meisjes in hun puberteit. Heb ik je even wat verklapt over de muziekindustrie? Maar zo gauw hij dan niet meer die aantrekkende zuigende werking heeft op die doelgroep, dan, dan, dan is het over. Ja, en dan zit dan de moeder van mijn kind met zo'n man die dan tegen die tijd. Om, ja, hij, heeft, hij heeft niet meer die aantrekkende werking op, de, op die meisjes, op bakvissen en zo. Hè? Die meisjes in de puberteit en wat ouder en de jongere vrouwen die willen zijn zoals de meisjes in de puberteit hè? en wat ouder. Al die vrouwen die jong willen zijn. Hè? En die denken dan alleen maar nou zeg het eens, nee. Ik heb iemand hè, die, woont... die woont achter de moeder van mijn kind en vanuit haar woning kijk je zo de tuin in. Mijn tuin van mijn huis, maar goed, ik ben eruit gezet. <laughs> Maar dan kijkt ze zo bij mij naar binnen. Ja, zij ziet hem dan lopen. En ze zegt tegen mij: van, Nou, je, hij wordt echt zijn haar, begint dun te worden. <laughs> en hij wordt dik. <laughs> ja, Ja. Ja, straks heeft die vent net zo'n mooi haar als ik. Namelijk helemaal niet. En dan? Ja, dan... Ja, dan is zijn droom voorbij. Zonder dat hij uitgekomen is. Want je gaat mij niet vertellen dat hij een paar keer. dat hij dan opgetreden heeft in heel veel en dat hij naar Amsterdam mocht. naar het studio van AT5 of zo. Om daar midden in de nacht een kuffeltje te spelen van. Johnny Cash. I hurt myself today. Kijk, hey, dat is natuurlijk geen hoogtepunt in je carrière. En al helemaal niet als je na zoveel jaren uh, uh, niks meer hoort van de cd-maatschappij. En dat je nog eens belt en zegt van ja, ik dacht misschien zijn jullie mijn e-mailadres kwijt. Dat ze, dat ze dan daar, dat je daar te horen krijgt van ja, meneer Berendsen is in vergadering. Kan ik een boodschap aannemen? <laughs> <laughs> En dat hij dan moet zeggen: ja, nou, de boodschap is, is dat ik al een paar keer gebeld heb. En ik heb al een paar keer een boodschap achtergelaten. En uh, uh, dat is eigenlijk de boodschap. En uh, ja voor de rest wacht ik wel af. <laughs> nou, zo gaat het. Kijk, we zijn op deze wereld met 7 miljard mensen. En we staren ons blind op uh, idolen zoals Madonna of uh, ja, Johnny Cash of zo. Of noem iemand anders die je dan beroemd geworden is. En dan moet je ook nog weten dat heel veel van die beroemde jokers. Uh, die zijn beroemd geworden omdat ze hun ziel hebben verkocht aan de duivel. Ja, laten we het daar eens over hebben als je het hebt over een doel in je leven. Dat bestaat. En die mensen zingen niet alleen in die liedjes van I sold my soul to the devil. Nee, dat hebben ze echt gedaan. Oh, die man die, uh, die heet M en M, hè? M in M. Ja, dan moet je even spiegelschriften lezen. Wat staat er dan? Dan krijg je mi, mi-mi. mie Dat ding in jou. Ja, en wie is dat ding in jou? Nou, dat ben jij dus niet. Nee, dat is. Het... Het doel in je leven, als jij dan denkt van... Ik wil een hele grote... Lalalala. Neem nou... Neem nou mij, hè. Ik kan ongelooflijk goed programmeren. Computer programmeren. Ik, ik durf mezelf rustig te verklaren dat... Uh, nou, dat is genie. Goed. Ik zit op het niveau van Donald Kenneth en... Uh, Steve McGuire en uh, nog eens eentje. Ik heb een paar programmeuren, uh, programmeersidolen uh, ook. Hè? Mensen die ik heel hoog acht. Hè? Die kunnen programmeren, man. Oh, ik zit op dat niveau. Maar ja, dan ga ik aan de slag. Dan sticht ik een bedrijf. En we draaien een leuke business. En la la la. Vrienden, goed. Alleen, ja, het feit dat wij goed verdienden... dat betekent dat allerlei andere mensen denken... Van, nou, als Peggy daar goed aan kan verdienen, dan kan ik er ook goed aan verdienen. Dus ik kreeg allemaal concurrenten. Nou, dat is allemaal best. Die heb ik allemaal stuk voor stuk verslagen. Als het ging om mensen van bedrijven van het kaliber van mijn bedrijf. Ja, die ramde ik er zo uit. Boem. En nog meer? En nog meer concurrenten? <laughs> ja, maar toen kreeg ik concurrenten... En dat een firma, dat zeg je misschien niks hoor, maar een firma als SAP. een Duitse groentlager, Duitse Groentigheid. Die komen uit Heidelberg. Dat is een multinational. Ja, ja, er werken 15.000 mensen of zo. En in eerste instantie kon ik de, ja, genoeg mensen overtuigen, zelfs van die grote corporate businesses... dat ik een veel betere kwaliteit leverde dan SAP... En SAP was in die dagen ja, zo'n loge olifant. En ja, als jij als bedrijf bijzondere wensen had. dan kon je je gaan afvragen hoe je jouw bijzondere wensen. op je eigen manier kon gaan verwezenlijken. binnen het standaard of de standaard van SAP. Ja, dus nou, dat, schetste, dat schiep voor mij een ruimte. om te opereren. in de kieren of zo. Dat is tijdelijk uh, mazzel. Zo'n firma als SAP zit niet stil, snap je. Dus de concurrenten van mijn eigen kaliber, ja, die heb ik overleefd. En de enige concurrenten die overbleven en die alsmaar groeiden... ...dat waren concurrenten waar duizenden mensen werkten. Ja. Ja, dan vind ik het ook niet leuk meer, hoor. En dan ben ik zo iemand die uh, dat op tijd in de gaten had... en dacht van, nou, ah, weet je wat Karel gaat doen? Uh, Karel gaat er wat anders doen. Want programmeren is mijn passie. En met mijn passie een business draaien... Uh, tegen concurrenten waar duizenden mensen werken... ja, dat, dat, ga, dat ga ik niet doen. En dat is vandaar dat ik geswitcht ben van carrière. En ik zit nou... Uh, de toiletten schoon te maken en de gangen te wassen, wissen, moppen, vuilnisbakzakken in containers te gooien. En bij ja niet zomaar wat, nee bij de geestelijke gehandicaptenzorg. zorg. Ja, geestelijk en lichamelijk gehandicapten. En ik zit dan bij de aangeboren groep. Je hebt dus ook de niet aangeboren beperkte mensen. Die hebben een ongeluk gekregen. Ja, daar zit ik niet. Ik zit bij die mensen die, uh, die zijn zo ter wereld gekomen. Variërend van een heel laag niveau. Dat het dat niveau van het, dat ze een intellect hebben of een aanwezigheid hebben van uh, een 1 à 2-jarig kind. Meer niet. En dan zijn ze 30 of 40 of 50. Hè? En die mensen, dat heb ik inmiddels wel ontdekt, die moet je niet te laag inschatten. Want uh, die kunnen meer waarnemen dan dat jij in eerste instantie zou vermoeden. Anyway, uh, dit werk. Ja. Het is geweldig, dat is het enige wat ik kan zeggen. Het is echt geweldig. Dus fietsen naar mijn werk, dat is goed voor mij. Niet meer in die stomme file staan of zo. Het is lekker in de buurt. Nou, in de buurt is 7 kilometer, 8 kilometer, 10 kilometer of zoiets. Nou, het is toch mooi om daar binnen je werk te kunnen doen. Nou, het meeste kan ik op de fiets. Binnenkort moet ik naar Bennekom of zo, maar dat zal met de bus kunnen. En het werk wat ik daar doe, dat wordt gewaardeerd. Kijk. En ik doe het part-time, dus ik hou tijd over om te programmeren. En door te werken aan mijn, uh, mijn levenswerk. En kan ik daarin mislukken? Uh, nee, dat kan niet, want uh, ik heb het al af. Dat klinkt een beetje gek, maar. Het enige wat ik nu nog doe is uh, ja, politoeren. Nog mooier maken, een beetje hier, een beetje daar. En bespreken. Ik zet het op internet om mijn filmpjes aan te uploaden. Dan doe ik een screencast. Dan kunnen mensen met me meekijken op het beeldscherm. En dan laat ik alles zien over die software. Zo moet je het doen. Ja, ik wilde dat ooit heel graag, want ik had een talent om te programmeren. En nou, als je dan een talent hebt, nou, dan kan je het dus. Nou, en, uh, Ik moest dan geld uitgeven om een computer te kopen, maar dat, ja, dat geld kreeg ik dan. Dus dan, nou, dan heb je ook toestemming. Nou, dan moet je het ook doen ook, vind ik hoor. Je kan het, je mag het, dan moet je het ook doen. Maar daar hoort het dus niet bij, uh, hele grote maatschappelijke roem. Terwijl dat wel gekund had. Zo. In een iets ander scenario, als ik collega's had gehad die begrepen dat ze niet alleen maar uit hun neus konden peuteren te wachten tot ik mijn fraaie werk weer gedaan had, maar dat ze zelf ook een keer aan de slag moesten. Kijk, dan was het een ander verhaal geweest. Maar dat deden die klooio's niet. Daar ben ik erg boos over geweest, hoor. Ja. Maar dan ben je weer terug aan het leedvermerdende gedrag. Kijk, ik wilde dan... Uh, ik had dat idee van, ah, ik kan ontzettend goed programmeren... en er komt allemaal geld binnen... en dan gaan we dit doen voor klanten en dat doen voor klanten... dan moet je kijken wat het oplevert... en we rammen er gewoon tegenaan, man. En, uh, en we beuken door. Ja, dan ga je samenwerken met andere mensen... en die mensen die hebben die bevlieging helemaal niet... Die denken, jeetje, je zit alweer, uh, alweer maandag. Nou, uh, de hele week werken, poef. Nou, ik heb weer niet vraag ik in het deze week, yo. Ik heb een software gezien, joh, dat ik aan die programmeurs vroeg. Van hoe heb je dit nou kunnen maken? Waarom heb je dit gemaakt? Hier heeft de klant helemaal niks aan. Dit, dit wist je toch? Ja... Maar uh, ze vroegen erom. Ik zeg ja. Maar wie heeft er nou verstand van automatiseren? Joop, de eierenverkoper die op de markt staat en een wens heeft? Op computergebied? Of jij, die met 2000 euro netto in de maand naar huis gaat en geacht wordt te kunnen programmeren? Dat ga je toch, niet, dat, dat ga je toch goed aanpakken? Ja, maar dan was het wel veel meer werk... Ja, maar waarom denk je dat je een baan hebt? Kijk, <laughs> als er geen werk is, dan kan jij naar huis. <laughs> oh, 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 oh. Dan heb je eindelijk werk. Dan kan je aan de slag. Dan kan je je uren gaan stukbijten. Om iets af te leveren waar een klant wat aan heeft. En dat doe je dan niet. Want je vindt het na drie uur wel mooi geweest. dan je wil lekker naar huis, naar je lelijke vriendin. Dan ga je van die vieze pasta eten. En dat doe je liever dan dat je je werk afmaakt. Ja, ja. Ik heb wat rotzooi op kunnen ruimen, jongen. Oh, 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 oh. oh. En dan denk ik nu van, ja, dan niet. Het interesseert me echt niet, hoor. Want ik weet... De, het leedvermijdende uh, gedrag. Uh, dat begint met niet te hechten. En ik was aan mezelf en aan mijn talenten. en in die zin aan de wereld verplicht. om dat te proberen. om het binnen een bedrijf. Uh, allemaal op te tuigen. Zodat uh, Jan en allemaal mee zou kunnen werken. en allemaal een baantje zou hebben. en dan krijgen ze een pensioenregeling. en een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik vond dat ik dat moest proberen. Maar ja, als de mensen niet meewerken. ja, laat hem eens zitten. Dus ik ben er ook lekker mee opgehouden. We oh, bekijk ik het mooi. Jo, met wat was het ook weer? Met, uh, met boze boeren is het kwaad kersen eten of zo? Dan doen we toch geen kersen eten? Doei. Maar wat nou over het doel van het leven? Want als het leven geen doel heeft, en daar hebben we het in alle aspecten over gehad, het, het is heel moeilijk om dat leedvermijdende gedrag, om dat vorm te geven, want voordat je het weet ben je ergens aan gehecht. Bijvoorbeeld een huwelijk, of een leuke baan, of een studie, of een vriendin met dikke tieten, of ja, zeg maar. Hechtingstoestanden? Nou, you believe me, alles wat jij je aan echt ja, vroeg of laat gaat dat pleiten? En hoe ga je daarmee om? Dat wordt leed. Hè? Dus dat is moeilijk. Dus als het leven geen doel heeft, dan kan je zeggen, ja, dat vind ik best makkelijk, want dan heb ik alleen maar leedvermijdend gedrag te betrachten. Maar dat heb ik je net verteld. Dat is helemaal niet zo makkelijk. En wat nou als het leven wel een doel heeft? Hoe zit het dan? En wat kan het doel van het leven zijn? Nu, 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 moet, nu moet je zelf gaan nadenken, want anders dan ga ik alles van tevoren verklappen en dan is het niet gezellig. Maar wat kan nou het doel van het leven zijn? TikTok gaat de klok. Uh, kan het doel van het leven zijn dat je net zo beroemd wordt als. Uh, Bing Crosby of zo? I'm dreaming of a white Christmas like every Christmas. <tied> nee, natuurlijk niet. Dat heb ik je net verteld. Door uh, die Johnny uh, die Cash. Ja, die heeft lekker gecashed. Die had ook nog niet eens een makkelijk leven, by the way. Maar dat zijn uitzonderingen. De, de wereld verandert, markten veranderen, behoeftes van mensen veranderen. Er, er zijn helemaal geen zekerheden. erg lastig hoor om te gokken op iets wat je eh, op termijn eh, blij gaat maken. Dus, eh, Voor waar? Ik zeg u niet eenvoudig. Dus het doel van het leven kan niets iets zijn in dit leven. Helemaal niet. Als dat zo was, hè, want als het het doel is van het leven, en jouw leven dus ook, dan is het ook het doel van je buurman en het doel van de buurman van je buurman. En kortom het doel van 7 miljard mensen. Nou, van de 7 miljard mensen die uh, momenteel op deze aarde zijn, wat denk jij dat het percentage is van mensen die iets aan het bereiken zijn qua doel? In die zin? Dat ze materieel lekker aan het schuiven zijn? Helemaal nobody man. De enige mensen die iets van gelukkig zijn op deze wereld. Dat zijn naar mijn mening hè, met name mensen die weinig tot geen bezittingen hebben. Die zijn nou ook lekker niet gehecht en toch hebben ze een doel in hun leven. Toch staan ze iedere dag met energie weer op. En weten ze waarmee ze bezig zijn. En die mensen die zien een doel voorbij de materiële tijd, materialiteit. Voorbij de materie. En daar ligt je doel. Dat is wat ik je brom. Zo zit het in elkaar. En die... Die aard van het doel, van het leven, en dan, dan het leven in zijn totaliteit, hè, van ons, mensen, met z'n allen. Wij hebben dus een doel. Dat alles bij elkaar heeft een doel. Dat is een mega, giga groot. Een heel groot doel. Ja, dat, als, als ik daarbij stil ga staan met hoe ontzettend groot en overweldigend dat doel van het leven is. Wat dus voor beide materies zitten. Dat nou, dan val ik helemaal stil. Dan gaan jullie denken dat het internet uitgevallen is. Hoe? Het is perry stil zich. Maar zo is het. En dat jij als als mens niet tevreden bent met het deel wat jou is toegevallen, dat is niet belangrijk. Dat doet er helemaal niet toe. Waarom zou dat er toe doen? Hey, ik heb wel eens gezegd, als voorbeeld: van, Ik heb zo'n internetprovider en ik moet binnenkort weer eens gaan bellen trouwens, uh, iets met mijn uploadsnelheid. En, uh, ik heb een afspraak met die jongens en meisjes. Een contract. En daar houden ze zich niet helemaal aan. En dan heb ik aan de ene kant wel begrip voor uh, nou, hun business en alles. En voor hun is het ook niet makkelijk. En aan de andere kant, uh, ja, het is voor mij wel te doen. Het is niet zo dat het niet werkt. Maar, maar het zou wat beter moeten werken. Kijk, ik heb een contract met die provider. Dus ik heb reden om te klagen. Maar ik heb geen contract met de veroorzaker van leven. Oftewel God. Met de veroorzaker van leven. Want het leven wordt veroorzaakt. Als je zegt dat het een doel heeft. Als het leven geen doel heeft, dan is het ook niet veroorzaakt. Want het is. Ja, en, en dan is degene die het leven veroorzaakt heeft, die heeft een gaatje in zijn, hoofd, in zijn hoofd. Want die heeft iets veroorzaakt en het is doelloos. Nou, hoe kan je nou iets doelloos uh, veroorzaakt hebben, en dan ervan uitgaan dat mensen naar je kijken en zeggen: van, Oh, zeg nou, dat is interessant. Dan ben je dus zelf ook helemaal niks. En dit is de, de Darwinistische blik is dat van er is helemaal geen oorzaak, uh, intellectuele oorzaak van leven. Uh, wat wij leven noemen, dat zijn temporele, tijdelijke samenklonteringen van atomaire deeltjes. Dat is Darwin. Charles Darwin. Die malloot uit de 19e eeuw. Een zielige neefje. Nog een hele lange geschiedenis van, hoor, van die familie. Daar weet ik lekker heel veel van. Veel meer dan jullie. Ah, ah, ah. <laughs> nee, flauw. Ik plaag een beetje. Maar. Maar ga je ervan uit dat het leven een doel heeft, dan is het leven daarmee veroorzaakt. Heeft het leven een veroorzaker? En die veroorzaker, dat is degene waarmee jij geen contract hebt. Jij staat bij hem op de loonlijst en je, alles ben je verschuldigd aan hem. Ja. Hij zal, als jij uh, nog iets te klagen hebt, dan uh, zal God tegen jou zeggen: van, Nou, je hebt er nog een mond om mee te klagen. En jij zegt: Ja, ik heb nog een mond om mee te klagen. Oh, dat is goed. Nou, dan zegt God: Klik, klikt hij in zijn vingers, hè? Dan heb jij geen mond meer? Dan kan je er ook niet mee klagen. Je hebt er nog een mond om mee te klagen, dus wat zul je nou? Je hebt er nog een mohond. Mohond. En wat is het doel van het leven? Dat is dat het is dat alle verschillen die er zijn, dat die verdwijnen. Het wordt allemaal één. Het wordt heel bijzonder. Maar dat gaat over... Dat gaat niet morgen gebeuren, maar dat is het proces waar we in zitten. Dat is ook de reden waarom wij zo makkelijk eh, die massale immigratie accepteren. Dat is omdat wij snappen dat wij allen één moeten worden. En dat, dat globalisme, dat accepteren wij. Terwijl die massale immigratie en het globalisme, zoals het nu door onze strot wordt geduwd. door die maloten die ons besturen. Eh, dus pure crimineel wat ze doen. Maar wij accepteren dat omdat die basisgedachte die erachter zit... dat is nou precies wat er aan, wat er aan de hand is. Wat er, wat er gebeurt. Wij worden allemaal één. En alles wat... Uh, leidt tot onderscheid... Uh, dat zal... Uh, ja, dat zal wegwaaien... zoals het kaf... Uh, wegwaait van het koren. Want hoe scheid je koren van kaf... Weet je nog hoe dat moet? Ja, je weet het waarschijnlijk niet meer, maar het is vrij makkelijk. Je, je moet het gewoon een beetje in de lucht omhoog gooien. En als het dan een beetje wappert, dan waait dat kaf waait weg. En dat koren dat heeft gewicht, dat graan, die graankorrels, en die vallen omlaag. En dat kaf dat waait weg. dat is nutteloos. En hoe weet je nou dat je participeert aan het doel van het leven? Ja, dat is moeilijk te bepalen. Er zijn nogal wat mensen geweest die zich op de borst hebben geslagen. omdat ze zeker wisten dat ze participeerden aan het grotere geheel. terwijl dat helemaal niet zo was. Mijn thee is op. Ik ga eventjes nog een, een Bijbeltekst erbij pakken. Oh nee, Perry. Geen Bijbel. Oh. Even kijken hoor. Um, we have. Ik ga even op Google moeilijk gaan zoeken. We have. Als ik weer. Cast. Out. Demons in your name. Ja, precies. Matthäus 7, vers 22. Heb iemand? Nou, het is toch vrij logisch hè, dat we hierover te spreken komen? Want ik heb uitgelegd dat als het leven geen doel heeft. dan heeft het geen veroorzaking. Geen veroorzaker. En als die veroorzaker er wel zou zijn, dan heeft hij. Uh, nou ja, gewoon geen ballen. Ja. Dus heb je helemaal niks. En als het leven een doel heeft, dan is er een veroorzaker. Ja? Denk er even over na. Er is een veroorzaker van leven of niet? En als er een veroorzaker is, dan heeft het leven een doel. En als het leven een doel heeft, dan heeft het een veroorzaker. Want een toevallige samenkomst van atomaire deeltjes kan niet een doel hebben. Als jij met een dobbelsteen uh, ben je aan het gooien en dan krijg je een bepaalde nummercombinatie, bijvoorbeeld 2, 1, 6, 3. Dan kan je denken, nou, dat is wel heel toevallig. Zeg, want het is dan twee uh, en dan een één. En dat is dus uh, de helft van twee. En dan een zes en dat is dan drie keer uh, twee. En, en dat weer, uh, daar weer de helft van drie. Ja, dat is dan uh, zo. Dat, uh, dat lijkt mij uh, toch wel iets uh, met de twee en drie. Dus het uh, stelsel van uh, muzikale tonen. Uh, ja, daar kan je wel denken. Maar alleen als je dat verzint. Ja. Huh? Ik heb dit verzonnen. Bedoel, 2, 1, 6, 3. Dat, ik weet dat dat alles te maken heeft met muziek. Maar als je dat toevallig gooit met een dobbelsteen. Dan betekent dat niet dat die dobbelsteen verstand heeft van muziek. Snap je? Nou, dat is wel moeilijk hoor. <laughs> maar dan komt hij. Matthäus, eerste evangelie van het Nieuwe Testament. Hè? Jezus aan het woord. In het rood. King James. Many will say to me in that day. Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. Therefore, Whosoever heareth those these sayings of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which is bu which built his house upon a rock. Pak ik even de Nederlandse erbij? daarbij? Moet ik even de microfoon telefoon bij Zou ik de rest van mijn leven willen doorbrengen met alleen maar voortlezen uit de Bijbel. Het staat hier op zijn Nederlands Statenvertaling 1637. Die tekst uit het Engels die je net hoorde was 1611. Dit is 1637. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heere, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam duivelen uitgeworpen en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij die de ongerechtigheid werkt. En dan komt die vergelijking met die man die zijn huis bouwt op een steen, op een rots, en degene die dat doet op een hoop zand. Hè. En dan zoek ik eigenlijk nog iets, en dat kan ik dus nou niet vinden, maar dat maakt niet uit. Dat vind ik een andere keer wel weer. Ja. Ik zit toch nog even te scannen, maar ik, ik kan het zo snel niet vinden. Maar misschien dat het in Lucas staat. Maar mensen die beweren dat ze het goede doen, dat, dat zegt niks. Het is dus wel heel belangrijk om te geven om een ander. Om niet, hè? Dus niet dat je zoals Bill Gates uh, jezelf op de borst slaat. Van, Yo, okay. Ik laat uh, kinderen in Afrika laat ik, uh, gratis uh, injecteren met chemicaliën. Ter bestreding van de virussen. En dat is om de bevolking van Afrika terug te brengen. Want het kost mij klauwen met geld... En daarom ben ik heel goed. Ja, daar gaat het niet om. Hè? Maar als jij goed doet tegen andere mensen om niets. En dan gaat het vooral om de zwakkeren. De mensen die dorst hebben, die honger hebben, die eenzaam zijn, die alles kwijt zijn. Kwijt. Hè? Die helpen, steunen. Dat is belangrijk. Dat leert het Nieuwe Testament. En aan jou om daar ook over na te denken. Want samenvattend: of het leven heeft geen doel, er is geen schepper, het maakt allemaal niet uit. Dan moet je leedvermijdend gedrag gaan betrachten. De meeste mensen lukt dat niet. Maar ja, je hebt dan niks anders. Hè? De kans op verbittering is heel groot. En, ja. Of je beseft dat jij getuige bent van een, een doel wat bereikt wordt, stapje voor stapje. En dat, dat duurt heel lang. Het bereiken van die grote eenheid, van een. Dat is een hemel op aarde uh, idee. Maar dat gaat tijd kosten. En jij participeert daarin als strijder van de Heer. En beroep je op je Bijbel. En dan keer je af van je eigen geneugtes te zoeken. Uh, keer je af van het verzamelen van schatten op deze aarde. Ja, en bouw je, je vermogen op in het, ja, in, het, in het koninkrijk der hemelen, zoals dat heet. Want dat doel ligt buiten deze materie, snap je? Wij kunnen ons niet eens voorstellen hoe mooi het gaat worden. Maar er gaat iets heel bijzonders gebeuren. Denk maar nou, niet, niet nu, uh, niet morgen of zo. Maar zoiets als internet. Ook met, uh, met al die meuk die het met zich meebrengt. Uh, kindernet, porno en uh, al die andere porno. Uh. Nou, die, die, die belachelijkheid. Maar los daarvan is, dat ook, is er ook sprake van iets. Het leven heeft, wat mij betreft, een schepper. En dus een doel. Later hierover meer, ja. En, uh, nou, dit was een leuk uurtje. En jullie liggen lekker in bed. Ja. En ik zeg tegen jullie. Op zijn hamburgers. Tjus en tot morgen, lieverds.